Nou, ik vond het geweldig, want wij hebben een heel erg zittend beroep. Dus in de roeiboot zitten gaat. Roeien doe ik thuis op een roeimachine, maar allebei combineren is nog een knap lastig kunstje, heb ik net gemerkt. Dus dat had hij nog niet eerder gedaan? Nee, ik heb nog nooit eens, wel in een grote roeiboot, hè, zo waar je met meer mensen zo in de breedte ook van die bankjes, maar zo echt op zo'n schuivend stoeltje heb ik nog nooit eerder gedaan. Is het meegevallen? Ja, ik vond het leuk. En wat de mensen hier van tevoren hebben net even een kop koffie gedronken met een aantal enthousiaste roeiers. En wat ze ook zeggen van, Almelo is zo mooi. En als je op het water bent, dan ervaar je dat nog eens extra. En dat klopt, dat is echt waar. Dus je raadt het alle Almeloers aan? Ja, ik denk dat het heel goed is. Het is een hele fijne sport als je alle moois vanaf het water wilt zien. Want dan wordt alles nog eens extra mooi. Hè? Alles schiet nu in de bloei. Zou ik zo denken van, ga eens een keertje kijken bij de roeiclub. Het is echt de moeite waard. Dus je vindt Amicus wel een aanbeveling waard? Zeker, anders was ik hier niet geweest vandaag. Ik vind het een fantastische club. Ze hebben alles keurig voor elkaar. Prachtig botenpark. Dus probeer eens een proeflesje, zou ik zeggen. Dat is een evenement dat bestaat, ik denk al wel een jaartje of 20 inmiddels. Waarbij dus met roeiboten het parcours van de Elfstedentocht wordt gevaren. Je hebt daar 24 uur tijd voor. En dat doe je in een estafetteploeg met 12 mensen. Waarvan er eigenlijk continu 3 in de boot zitten. En dat moet binnen een bepaalde tijd gebeuren? Ja, 24 uur. En als je te laat bent, dan heb je helaas geen kruisje. Dat is wel heel jammer. En wanneer gaat dat plaatsvinden dit jaar? Het is altijd net na hemelvaart, dat is 26 mei, wordt er gestart. En 27 mei finishen, als het goed is. Ah, dat gaat vast wel lukken. Is daar veel animo voor binnen Amicus? Jazeker, we nemen ook een aantal jeugdleden dan mee. En ieder jaar gaan er telkens weer wat andere mensen mee, om te kijken hoe dat nu is, die Elfstedentocht. En ik heb begrepen dat jullie een nieuw jeugdbeleid aan het voeren zijn. En wat meer trainers hebben. En dat het helemaal wat beter opgezet is het laatste jaar. Dat jullie daar veel op ingestoken hebben. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, we hebben dus, ook omdat we nu wat meer mensen binnen zien stromen, hebben we eigenlijk een plan opgezet om de instructie eigenlijk aanzienlijk te verbeteren. Waarbij dus de mensen ook echt weten wat ze moeten leren eigenlijk. En een strak cursusprogramma van 10 lessen eigenlijk, introductielessen, waarna je ook een eigenlijk afroeit. Ja. En daar komen veel jeugdleden op af? Dat hopen we wel. Dat is afwachten, hè? Ja. Ik hoop het in ieder geval voor jullie, want het roeien op het water spreekt volgens mij veel mensen aan. Ja, ik hoop het. De watersport is niet zo heel bekend in Twente natuurlijk, maar we hebben hier ontzettend mooi roeiwater. Dus, en roeien is gewoon een erg leuke sport om te beoefenen. Dus laat iedereen maar komen, zou ik zeggen.